Wat een pech. Door een ongeluk breek je iets. Vaak moet je dan naar het ziekenhuis. Zo'n botbreuk heeft vaak veel invloed op je dagelijks leven. Goede nazorg is dan extra belangrijk. De Herstel na botbreuk keuzehulp helpt je daarbij. De keuzehulp geeft informatie over wat je kunt verwachten van de behandeling en wat je zelf kunt doen voor een zo goed mogelijk herstel. In dit filmpje leggen we uit hoe de keuzehulp werkt en wie jou in het ziekenhuis hierbij helpt. Zo zorgen we dat jij samen met je zorgverleners een goed revalidatieplan opstelt. Als je een ongeluk krijgt, moet je vaak snel behandeld worden. Daarna kom je op de verpleegafdeling. De zaalarts komt bij je langs en kijkt hoe het met je gaat. Hij geeft je, met hulp van het keuzehulp-uitreikvel, uitleg over wat voor soort botbreuk je hebt, welke behandeling je krijgt en wat je wel en niet mag doen. De zaalarts vraagt je de keuzehulp online te bekijken en in te vullen. De keuzehulp bekijk je op een computer, tablet of telefoon. Een link naar de keuzehulp met een unieke inlogcode vind je op het uitreikvel. Alleen of samen met een familielid of vriend vul je de keuzehulp in. Dit doe je als volgt. Vul het tabblad Uw situatie voor opname in. Een paar dagen voor de controleafspraak in het ziekenhuis vul je ook het tabblad Uw situatie nu in. Als je de hele keuzehulp hebt doorlopen, kom je uit bij de samenvatting. Hier zie je al je ingevulde antwoorden terug. Daarna stuur je de samenvatting van de keuzehulp door naar de poli. Dit doe je als volgt. Klik op de knop Download PDF en sla dit bestand op. Log in op patiëntenportaal Mijn ETZ. Je ziet nu de startpagina van Mijn ETZ. Klik op Menu en kies voor Berichten. Klik dan op de groene knop Een bericht verzenden. Kies Medische vraag. Kies daarna in het menu Vraag na bezoek. Kies de behandelend arts waar je de afspraak mee hebt. Klik op de paperclip, een afbeelding of video bijvoegen. Voeg de samenvatting van de keuzehulp toe. Dat is de PDF die je net hebt opgeslagen. Klik op Openen. Als je teruggaat naar Berichtencentrum, dan vind je in het tabblad Verzonden berichten het bericht terug. Zo, nu ben je goed voorbereid op je afspraak. Heb je geen Mijn ETZ-account? Neem dan de samenvatting geprint of op je mobiele telefoon mee naar je afspraak. Bij de afspraak met je behandelend arts bespreken jullie de samenvatting van de keuzehulp. Met deze informatie stellen jullie samen een persoonlijk revalidatieplan op. Zo volg je een revalidatieprogramma dat precies past bij jouw persoonlijke situatie.